Oud en Nieuw. Onze rubriek waarin we duurtesters vergelijken met hun illustere voorgangers. Nou ja, doorgaans levert dat verhalen op over modellijnen die teruglopen tot in de jaren 70, over innovatieve technieken en over briljante ontwerpers uit lang vervlogen tijden. Maar ja, deze aflevering gaat over onze Opel Grandland X. En als je daarvan de stamboom trekt, kom je eigenlijk maar één model tegen. En daarvan kan ik me best voorstellen dat je die al een beetje vergeten bent. Bij Opel zijn er een heleboel vaste waarden in het programma. Denk aan de Corsa's en de Astra's. Maar er zijn ook modellen die komen en gaan. En dat gebeurt bijvoorbeeld als er een gouden niche moet worden opgevuld. Nou, een leuk voorbeeld is uit de jaren 90, de Opel Sintra. De MPV-trend die kwam ineens kwam die op en Opel ja, die had er niet zo direct een pasklaar antwoord op. Maar niet getreurd, ze hebben toen gewoon een model van Chevrolet gepakt, ook een merk van General Motors. En ze hebben daar de Transport omgemerkt tot Opel Sintra. En ja, die deed 3 jaar mee tot de Safira klaar was en toen kon Opel wel meespelen. Begin van de jaren 2000. De SUV-trend die stak ineens de kop op. Hè. Kia en Hyundai ja, die waren al erg succesvol met de Tucson's en de Sportage. En toen deed Opel weer dezelfde truc. Ze haalden een model van Daewoo, ook een merk van General Motors. En die merkte ze om tot Opel Antara. En hupsakee, het gemis van een SUV was opgevuld. Nou waren er wel meer merken die dat deden. Zo kan ik me bijvoorbeeld de Renault Koleos herinneren die eigenlijk een Samsung was. En ja, de Peugeot 4007 bijvoorbeeld, dat was eigenlijk een Mitsubishi. Nou ja, nu zijn we een paar jaar verder en ja, als je in een Opel Antara rondrijdt, het is toch wel een hoop veranderd. De motor bijvoorbeeld, het is een 2.4 met net geen 170 pk. Nou, die vind je vandaag de dag natuurlijk helemaal nergens meer. 4-cilinder overigens. De andere benzinemotor die je in deze auto kon krijgen was een 3,2 liter V6. We hebben hier te maken met een 4-wielaandrijver en automaat. Dus het is een hele dikke uitvoering, maar hij weegt dus 1700 kilo. Iets meer zelfs. Ja, dat is ook niet meer helemaal van deze tijd. En die automaat, ja, die schakelt veelvuldig. En hij maakt behoorlijk wat toeren. Tegenwoordig zijn die echt geraffineerder. Die hebben veel meer trappen. En daaraan merk je dat deze auto ja, toch wel een beetje uit een andere tijd is alweer. Maar goed, het mooie daarvan. Hij voelt heel robuust. Het interieur, het kent bijna geen slijtage. En er zijn niet zo heel veel Antara's verkocht. Maar let er maar eens op. Je ziet ze echt nog dagelijks rijden. Dus het is eigenlijk een hele robuuste auto. Je hebt 4-wielaandrijving. Je hebt een dikke motor. Je hebt veel gewicht. En als je dat beschouwt. Dan valt een verbruik van 1 op 10, wat deze auto gemiddeld haalt, eigenlijk best nog wel mee. Nou, stap je over in de nieuwe moderne Grandland X, dan heb je natuurlijk meteen door dat het allemaal anders is. Het verbruik bijvoorbeeld, dus 1 op 13 halen we er zo'n beetje mee. En deze auto is ook een stuk lichter. Hij weegt nog niet eens 1300 kilo, dus nou ja, dat zijn wel ook wel een beetje de veranderingen. Nou, dan de techniek. Deze heeft een 1.2 3-cilinder zelfs, met 130 pk. Hij is net aan voor deze auto hoor, het is er geen hele streepentrekker mee. Maar ook een verschil is dat deze auto niet meer van General Motors is, maar het is een product van PSA. Opel is onlangs overgestapt na jaren bij het Amerikaanse General Motors gehoord te hebben, horen ze nu bij het Franse concern. En deze auto die werd gemaakt toen Opel officieel nog bij GM hoorde. Maar ja, de mensen hoog in de boom die wisten natuurlijk al dat het huwelijk met PSA gesloten was. Deze auto is gebouwd in Sochaux bij Peugeot. Wat me opvalt bij het rijden is dat deze auto meer een gewone personenauto is dan een SUV. Dus noem het de crossover van mijn part. Die Antara, ja, je merkt, je zit een beetje op de bok en hij is ook tamelijk hard geveerd. De treinautogenen zitten er nog een beetje in. Nou, deze auto die heeft het echt totaal niet. Deze veert, stuurt en rijdt als een gewone hatchback. En in het interieur valt op waar de Antara toch wel heel erg Aziatisch was, zit hier wel een echt open karakter in. De Peugeot 3008 waarop deze auto is gebaseerd, die heeft hier allemaal overigens hele mooie tuimelschakelaars en een eigen console.
Maar bij Opel, ja, die heeft het allemaal niet nodig. Dus de gewone open knoppen, die zitten erin. Nou, van de Antara zijn er destijds in Nederland iets van 3400 verkocht. En de auto is 7 jaar op de markt geweest. Nou ja, deze Brandland X, die is vandaag nog niet eens een jaar en die zitten nog maar 300 exemplaren achter. Dus ja, Opel of PSA, zo je wil, die zijn zeker op de goede weg.